graag weten wat drijft nou mensen. Waarom doen mensen dingen die ze belangrijk vinden? Of waarom doen mensen dingen anders dan anderen? Heel veel mensen denken dat religie iets is inderdaad van het verleden. Dat hebben we gehad. Maar alsnog speelt religie gewoon een heel grote rol, algemeen in iedere cultuur. Als ik naar het publieke domein kijk, dan zie ik dat religie daar iedere keer opduikt. Het eerste jaar vond ik heel erg leuk. Boeddhisme, hindoeïsme, christendom. Maar daarna kan je dus een keuze maken. Ga je voor bijvoorbeeld antieke godsdiensten, wat heel historisch is? Want als je religiewetenschap studeert, dan bestudeer je niet alleen religie, maar je bestudeert tegelijkertijd ook een hele hoop andere dingen. Sociologische kant, psychologie, antropologie. Nieuwe religieuze bewegingen, middeleeuwse islam. Dus of je nou geïnteresseerd bent in christendom in Nederland of in moslims in China, als je verder wil kijken dan Europa, dan moet je in Leiden zijn. Contact met docenten is hier geweldig, veel persoonlijk contact. Eigenlijk ken je alle docenten die je hebt, kennen jou vaak bijna, maar jij hun ook. Dat is vooral doordat ze kleine groepjes zijn. En de docenten hebben ook al zo een houding van, ik wil dat mensen meedoen met het college. Ja, en ook van Leiden, dat is dan, ja, ik vind eigenlijk een heel mooie stad. Maar het is juist wel zo klein dat als je gewoon over straat loopt, de kans dat je iemand tegenkomt die je kent best wel groot is. En niet te vergeten, een paar prachtige musea. Je leert dus mensen begrijpen, niet alleen religieuze mensen, maar je leert de belangrijkste overtuigingen van mensen begrijpen. En dat ik denk, het is belangrijk om religie niet alleen als een term die in de kerken of een keer thuis aan tafel wordt genoemd, maar dat het gewoon echt globaal speelt. Je gaat heel veel dingen begrijpen waarvan je niet wist dat je op die manier moest kijken om het te begrijpen. Dus het is super spannend soms. Ik ben ervan overtuigd dat je de wereld zoals die nu is beter begrijpt door religie in al haar facetten te bestuderen.